Nou, ik heb zelf dan een 312, omdat ik veel in de stad draai. En omdat die zo compact is, zeg maar. En de compacte kranen die worden vandaag nog eigenlijk weinig gemaakt. Dus toen ik die Mekelak zag, ja, dat wel daar gelijk al mijn interesse. En toen het bekend kwam van die merkenwissel, toen stuurde mijn vader me gelijk een berichtje van je kan een Mekelak testen. Dus ik denk, nou, dat is leuk. Dus ja, op hand daarvan heb ik eigenlijk een mailtje gestuurd. Eigenlijk het weekend voor aanvang ben ik bij Alfa Nederland langs geweest. We hebben ook dingen besproken over de extra dingetjes die er nog opgebouwd moesten worden. En een introductie met het bedrijf gehad, met de machine gehad, met de overige Mekelaks gehad. Nou, en daar ook in hun, gelegenheid, zeg maar, proef kunnen draaien, enige uitleg gehad. En ja, zo weet je toch al veel voor de machine voordat je begint. Gevraagd of ik er een prikleiding op kon, omdat ik veel breekwerk heb hier in het spoor. En ja, we hebben best wel een forse prikken eraan hangen, maar ja, het gaat allemaal goed. Hij is een goed man. En de bediening werkt fijn, je kan de liters netjes instellen, dus ja, het werkt eigenlijk allemaal vanzelf. Ik, hier onder die bovenleidingen, net als hier, hangt hij wel hoog. En op het andere werk dan zit je toch onder de 4 meter met je bovenleiding, dus dan is het, ja, zorg dat je gestrekt aan het prikken bent. Dus ja, dan heb je helemaal gestrekt met een platte arm, heb je toch een dikke ruim beton eraan hangen, 1200 kilo is die. En ja, vooral als hij dan nog tegen het spoor een beetje klemt en zo, dan valt het soms niet mee om eruit te krijgen. En nou, met deze kraan ging het eigenlijk goed, hij heeft me nooit eigenlijk maar laten zitten. Ja, een schuifbak is heel grappig, want het is natuurlijk niemand, dat zie je normaal nooit. En het werkt wel leuk. Om iets netjes even uit te vlakken en gewoon even voor het zicht netjes strak te leggen, dan vind ik het toch wel een goede oplossing. En ja, ik vind het voordeel van deze bakken en de snelwissel dat je alles kan omkeren, maakt natuurlijk niks uit wat op welke manier eraan hangt. En dat is toch wel, dat maakt het toch wel heel functioneel. Ja, de voordelen vind ik echt gewoon zijn compactheid. Hij is natuurlijk heel kort, heel klein, heel wendbaar, want door de wielsturing stuurt hij gewoon heel sterk. Scherp raakt dan mee, ja, eigenlijk elke normale graafmachine. Ja, en dat is voor stedelijke gebieden vind ik dat ideaal. Het is gewoon hier allemaal om een hoekje en een dingetje. En dan met de vierwielsturing ja, stuur je gewoon super scherp. En ook eigenlijk met weinig uitzwenken. Zo voor, want normaal natuurlijk, dan stuur je achter en dan kom je achterkant uit. Of voordraaien weer snel naar binnen. En nou, met een beetje goed je locatie bepalen, kan je eigenlijk heel scherp een hoekje om en zo over door alles heen slingeren. Daarbij de giek die kan heel plat en daardoor wordt hij ook heel lang. Het enige nadeel daarvan is dat als je een vrachtwagen moet laaien, dan moet je heel erg opletten op de stijlcilinder. Want omdat hij pas lang is als hij helemaal plat legt, dan heb je heel gauw een aanraking met het achterbord. Gelukkig niet gebeurd, maar je moet er wel echt op letten. De snelheid is niet bijzonder, maar wel gewoon snel vergeleken met de rest. Zelf, mijn liepen die is dan eigenlijk vreselijk snel. Sneller dan wat ik verder gedraaid heb. En ik heb eigenlijk bijna alle merken gedraaid. En ja, ik vind dat hij gemiddeld doet hij het gewoon heel goed. De hoofdgiek, zeg maar het eerste stuk giek, dat kan helemaal naar achter. Dan kom eigenlijk, als je hem helemaal naar achter doet, dan komt eigenlijk de punt van je knie die komt boven je kont te staan. En zo, daarom kom je bak ook binnen je cabine, is je kont heel kort. Dus je kan eigenlijk draaien op de plaats waar je onderwagen staat. En dat is wel fijn met een vrachtwagen laaien, vooral als hij in krappe strijd en zo. Je draait zo voor een mast langs en je vanuit je kont eigenlijk ook kan omkijken. Dus waar je kan staan met je onderwagen, dan kun je bijna ook je werk doen. En ook ja, snel je werk te doen. Maar doordat hij zo ver naar achter kan, kun je ook heel veel tillen. Want daar staat het zwaartepunt van je giek staat achter het kantelpunt. Nou, en daardoor kan hij ook die 6 ton pakken die hij kan pakken. En je merkt ook echt dat hij de kracht heeft. Ja, eigenlijk kun je heel dichtbij al hoog komen. Als hij dan van je afgaat, dan kun je met stelswinnen kun je van allerlei dingen doen om toch heel dichtbij heel veel te kunnen tillen. En moet je dan van je af, ja, dan gaat het eigenlijk zo lang goed dat als je de giek achterin houdt, dat je merkt dat je gewicht nog steeds achterblijft. Dan heb je echt een hefvermogen wat heel groot is.
onderraampje kan natuurlijk open met het bovenraam van de voorruit, zeg maar. En normaal heb je altijd toch die spiegeling van, je ziet het onderruitje spiegelen en de bovenruit is open. En nou, doordat die helemaal open is, is sowieso lekker luchtig. Maar je zicht verandert ook niet. Dus van veraf tot dichtbij kan je bak zien met een vrij zicht. En ik ben zelf, ja, ik draai altijd met alles open. Dus ook de zijdeur en ook de voorruit. En dan vind ik het hier ook wel fijn. Zijdeurtje is natuurlijk een schuifdeur. Wat eigenlijk wel heel makkelijk is met het open slaan, omdat je geen ruimte nodig hebt. Maar tegelijkertijd steek je wel weer veel uit, vergeleken met een normale deur. Dus die kraan wordt wel een stukje breder, waar je toch wel rekening mee moet houden. Doordat die vloer eigenlijk uit één stuk, en zeg maar tot hier ook, is die gewoon helemaal uit één stuk. Dus je hebt geen losse mat. Dan blijft die heel goed schoon. Ook rond je pendalen is die goed afgeschermd. En ja, ik rijd vaak in de rondte met mijn voorruit helemaal open en de deur open. En hij waait gewoon mooi schoon. Ja, en dat is toch wel makkelijk, want ik hoef er niet zo vaak uit te vegen. Maar ja, ik neem gewoon vaak van buiten naar binnen en dan neem je toch altijd wat zand mee. En ja, dit scheelt een hoop schoonmaken en dat is ook beter voor de pendalen en alles. Het enige nadeel is dan mijn handschoenen nou in het kistje leggen, want die waaien er ook uit als ik niet uitkijk. De motor staat nou natuurlijk aan de zijkant. En hij staat netjes geplaatst, want je kan bij alle dagelijkse dingetjes kan je goed bij, want je ziet al je reservaatjes goed als je de kap open doet. Je kan zo vanaf de grond bij het oliepeil, wat toch ook wel erg makkelijk is. Dus je hoeft eigenlijk niet meer de machine op. Nou, voor de service ziet het er ook allemaal goed uit, want de ventilator die staat los, dus die snaren en alles vervangen gaat makkelijk. De filters zijn netjes geplaatst, dus wat dat betreft vind ik dat die goed in elkaar zit. Slangen. Zit ik wel te kijken van, ik denk nou, als ik die slang lek heb, dan heb ik toch wel een probleem, want die zitten wel echt overal onderdoor gefrummeld. Maar ook bij het ventielenblok vandaan, dan zie je wel dat de eerste stukken leiding zijn, wat het dan toch wel makkelijk maakt om toch goed bij de slangen te kennen. Want als je de giet plat legt, dan is hier toch wel genoeg ruimte om nog fatsoenlijk alle de boel los te sleutelen, zeg maar. En ja, daar moet je toch ook een beetje rekening mee houden, want bij elke kraan klapt wel eens een slang. Ik weet er nog geen één die heel zijn leven met al zijn originele slangen heeft gedaan. Ja, al met al, nou zijn we anderhalve week verder en ja, hij staat al redelijk naar mijn hand. En dat vind ik toch wel snel, want sommige kranen die wennen helemaal nooit. En hier kan ik nou gewoon lekker mijn ding mee doen.